Hey Happy Views! Today we are invited for a demonstration, a workshop on making wooden shoes or clocks depending on where you live. So my name is Sabine. I'm the owner of Sabine's Mind. I'm a long time solo traveler and on this channel I give tips on holidays and travel, preparing your travels or things like this, what you can see and what you can do, so you can actually follow my life. So watch my other movies, you can subscribe down here, you know the button, and I hope you have fun watching this demonstration. Doorbel, en een blokje hout. Nou, dames en heren, zie je er al een klomp in? Een paal of een haalmes. Heel goed weer, Chris. Maar het hout wat ik gebruik, dat is namelijk een populier. Oh. Het is heel zacht hout, hè, dus mooie, ja, snel groeiende bomen. En die bestaan voor de helft uit water, dus 50% vocht zit daarin. En dus de helft is water, hè, dus waar die boom dus van groeit. Met een eik of een beuk kunnen we geen klompen maken, zo niet met de hand in ieder geval. Nou. Sorry, we hebben een linker en een rechtervoet. Dus ik maak ook een linker en een rechterplomp. Je checkt het op deze manier, hè, of dat overeenkomt met elkaar. Nou, zie je dat? Lijkt al aardig goed zo op deze manier. Ja. Dan zetten we hem weer de werkbank. Boordje, dit is de voorloper, zo noem ik het eventjes. Daar kun je dus mee beginnen. Nou, één tin kan erin. Twee tenen. Dat was de voorloper, dus een klein boordje. Nou, de volgende. We hebben ook een speciale naam. Na de voorloper krijgen we de. Nee, dit is de najager. Oh, nooit van hoor. Nee, de najager is dit. Daar kunnen we niet.
straaljager. Nog iets grotere. De voorloper, de najager. En dan krijgen we de... De grote najager. Ja, dat was verrassend, hè? Nou, het laatste was een grapje eigenlijk, hoor, maar dit is de ruimer. Nou, en een ruimer die maakt ruimte op deze manier. Nou, ruimte gemaakt. Dat is net als schepijs. Ja. De hak erin. Ja. Nou, maar in ieder geval de hak zit erin, maar je moet ook naar de teen natuurlijk, hè? Ja. Dus dan gaan we met een kleine boordje beginnen we weer. Wat was er ook alweer? De eerste overhoring is er al een beetje. Ja. De lepelboor, hè, de voorloper. Trouwringen gemaakt, mevrouw? Goed, de boorkabel is dat. En er is nog net ook nog, mevrouw, hè? Behoorknap is dan. Ja, dat bedoel ik. Nou, een moedershek heeft al een gaatje ingeboord. Wat voor maat ben ik aan het maken? Wat voor maat? Ja, welke maat wordt het? Misschien maat 43. 43. Nee, meneer, hiervoor die heeft 44, 45, zei u, hè? 44, ja. Ja. Nou, wat kloppenmaat is dat dan? Weet je niet meer? Nee. De kloppen, nou, wat ik aan het maken ben, dat wordt schoenmaat 31, 32. Dat was echt een kindermaatje, wordt dit, hè? Echt waar? Ja, want een binnenwerkse maat, dat is natuurlijk maar een kinderkomst. Nou, daarvoor eigenlijk heb ik de centimeter. Napoleon heeft de centimeters ingevoerd. En vanaf die tijd zijn klompen dus in centimeters gemaakt. Nou, dat is gewoon een lengtemaat. Nou, ik zit op buitenwerkse maat 24,5. Dus binnenwerks wordt die 20 centimeter. Nou, zie je dat? Daar ben ik net niet aan. Maar als ik dat stokje eroverheen leg zo... Zie je dat? Dan wordt die 20 centimeter en dan is schoenmaat 31, 32. En moeten dus de kloppen worden gemaakt in centimeters. Je ziet je grote teen, de bal van de voet, de kleine teentjes. Nou, op deze manier boor ik dat eruit. Nou, en wat Marijn zei, dat is een heidenskawei, het uitboren. En dat duurt ook het langst, maar het is wel het belangrijkst. Goed. Mijn opa, hè, of overgrootvader, maakte ongeveer 3 tot 4 paar klompen per dag. Tegenwoordig met de machine 30 paar klompen in 1 uur. Oh. Nou, daar kun je niet tegen concurreren, hè, maar met de hand kun je een beetje speciale modellen maken. Zo hier de zondagse klomp. Dat heeft mijn vader gemaakt, maar soortgelijk werden gemaakt en gedragen in de jaren 30, de crisisjaar,
Hè, mensen hadden geen geld voor leren schoenen. Naar een kerk mooi er netjes uitzien. Werden dus van hout gemaakt. Ik heb nog een paar blauw gemaakt, de jeans look. Nou, dan hebben we knoppen met een hakje. Ja? Nou, hier gingen ze dan mee naar de disco vroeger. Laarsjes van hout. Of ik heb wel iets, hè, de cowboy laarzen. Maar de decoratie, dus de klop moet eerst gedroogd worden. Het afvalhout wordt dus gebruikt om de werkplaats beter te verwarmen en tevens de klompen te drogen. Hè? Nou, die klomp die is dan mooi gedroogd. Nou, dan worden ze gedecoreerd met een ritsmesje. Iedere klompenmaker heeft zijn eigen motief op de klompen. Dit is het motiefje van mijn opa, van mijn grootvader, die motief. Nou, hebben we nog een klein bekmesje voor de randjes eraf. Ja. Oh, deze.